Ja, Hilaire, vertel eens over uw ongelooflijke loopbaan die je hebt doorlopen. Wel ja, kijk, luistert hier. Op 21-jarige leeftijd ben ik van onder het leger gekomen. Ja, toen was ik liep ik op de boerderij, was geen inkomen genoeg. Wat moest ik doen? Ga werken. Je zei jong, je verkeert, je wilt een inkomen hebben. Dan ben ik begonnen, heb ik examens doen in Destelbergen. Voor met een tram en de autobus te rijden. Ik was er wel geslaagd. En ben begonnen in augustus met een tram. Maar in augustus, in september 56 is de trein afgeschaft in Westminster. En die werd vervangen door de bussen van de lijn. Moest ik daar ook inspringen, aangezien ik dichtst bij de staalplaats was. Met een tram was dat 1 uur en 1 kwartier rijden. Van Ammen naar Antwerpen. Over Helvercele, Tiel, de Themse, Ruppermonde, Basel, Krabbeke en verder tot in Linkeroever. En de tram, ja, dat was wel breed interessant. Hè. Als je hier of daar een jong meisje zag staan, ik had die Belgen gedoe. Die kost wel een keer lachen, die verschoten wel een keer. Maar dat was toch leuk. Hè. Toen ik dan in 63 de frituur overgenomen heb, dat compenseerde niet meer, die zondagswerken tezamen. Moest ik wel de tram laten staan, en de bussen ook, en moest ik in, zo gezegd, internationaal vervoer doen van maandag tot zaterdag. Zaterdag en zondag met de friet staan. Hier op de Vierschaten Westminster, aan de Lekkerbek op de Eide, alle kermissen, alle koersen, het grondgebied van Westminster. Die frituur, die hebben overgenomen van Strobbe, Albion Strobbe. Die was toen knecht in het klooster. En die was de knecht en die reed met krimgelas. En zijn echtgenote, die stond met die frituur. Dan hebben we wel verder gedaan hier in het centrum. Alle kermissen en alles verder gedaan. En ik heb nog een keer geweest, ik weet nog goed, op een zeskamp, als ik het wel goed voor heb. Er stonden we nog nevens de café af, volgens de Pauw, omdat de vierschool moest vrij blijven. Moesten we ons daar gaan zetten. En die frituur stond te dicht tegen de muur. En die frituur schoot in brand. Dan heb ik wel geluk gehad dat er een paar jonge mensen, onder andere die tent van Peuvelde. Die mensen hebben me toen hard geholpen om water aan te brengen dat ze gauw gingen tappen bij de Pauw. Allee, dat was dan toch goed in orde gekomen. Zonder die hulp denk ik wel dat mijn frituur een lichte laagje zou gestaan hebben. Maar dat is allemaal goed verlopen. En zo zijn we dan verder gegaan tot in 83. Ik heb toen het internationaal vervoer laten vlotten. En dan ben ik begonnen met gehandicapte kinderen op te halen. Dat past dan beter bij het uitbaten van de frituur. En dat was bij Van Rumst en Lokeren. Maar ja, vanuit Van Rumst, dat was ook mijn begrafenisondernemer. Ik moest een keer dan ook kan ik hem hier gaan helpen, gaan drogen en gaan dit en gaan dat en gaan orkesten. Bij zover, dat was Münster, dat was toen verhuurd aan Van Rumst. Voor alle vervoer. Dat was Jong de Mare en Jong Skenbord, die twee mensen deden dat toen hier. Maar eerlijk gezegd, die had hier niets. Die had geen rouwkapel, die had geen lijkwagen, die had hier niet. En achter een jaar en een half zeker, zeg ik kijk tegen mijn vrouw dat we er zelf een keer begonnen met begravingen te doen. Maar toen was ik al grafmaker, in Zombeke alleen. En de nadings en neus, dat komt de keup. De stovenwinkel hier in Deugstraat, dat komt de keup. En we kochten dat. En we zijn toen begravingen beginnen doen. Ja, in 80 geloof ik. Ja, begin 80 of einde 79. Zijn we begravingen beginnen doen. Maar dan hadden we die frituur nog. Maar de buurt van hem werd vrij mee gelachen met die frituur. Als ze dan op het jonge man namen, als ze dan op friet kwamen, dat was dan een satéke van de korter hebben en dit en dat gekend. Gekend dat was eindelijk mee te doen. Dus zijn we in 83 gestopt met de frituur. De mensen kwamen toen ons allemaal bij ons liggen. En godzijdank hadden we een goede zaak. We deden dat, mijn vrouw legde de lijken af.
Ik kwalde ze binnen, maar lijken afleggen, ja, dat was voor mij niet. Ze deed al altijd allemaal alleen. Dus, en zo zijn we verder gegaan, dat is mijn 60 jaar geworden. En daar zijn we weer gestopt.